Hey! Ja, daar zijn we weer op de bosbaan. En het is weer stervenskoud. En ik zoek de muda's, want we gaan nu eindelijk een keer een stukje roeien met de muda's. Ze zijn, als het goed is, zijn ze daar. Kom maar, we gaan naar binnen. Het is weer als vanouds. Ik probeer een leuk televisieprogramma hier te maken, maar de muda's die hebben het leuker met elkaar. Ik ben een beetje benieuwd waar dit heen naartoe zal gaan, want Tycho die claimt dat hij sneller is op slag dan Vincent. En nou, laat ik eens vragen hoe dat zit. Hey, maar Tycho, jij bent dus beter. Ik ben Tycho. In feite. Ik? Ja, hel je. Hoezo wel? Ik wil wel weten. Ik ga altijd sneller. Ik zie het niet helemaal zitten met die twee. Wat? Ik zie het eerder voor me dat we een skiff battle gaan doen. Ah, ik maak hem af, die Tycho. Hij ziet het toch gewoon aan. Zie, hij geeft nu mij, dat is al gelijk. Een skiff, jij en een skiff naast elkaar, 250 meter knallen. Dit is gewoon... Jij bent eigenlijk niet aardig voor mij, hè? Ja, de muda's hebben een Olympische droom en dat is niet skin. Nee, dat is ook niet Olympisch, niet voor lichte roeiers. De muda's die willen in de dubbel 2 naar de Olympische Spelen. Tot zo. Ik wilde natuurlijk niet zeggen waar de presentator bij was en Vincent natuurlijk. Maar ik heb een geheim wapen. Kijk. Kom, we gaan ze monteren op de boot. En dan gaat Vincent een kopje krijgen tegen. Drie keer heeft hij van mij gewonnen. Drie keer. Nou, de vierde keer gaat het niet gebeuren hoor. De muda's zijn er klaar voor. Ik ook. Jullie ook. Let's go. Klaar voor de start? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat ziet er ook uit. Laat hier toch altijd weer versteld staan wat ze in het battle hebben. Tycho heeft gewonnen tegen alle verwachtingen. Laten we gaan kijken bij het slot. En dan gaan we ze prijs geven. Woehoe!
Oneerlijk. Oneerlijk. Perfect. Oké, okay, ik ga dit niet. Ik ga het winnen. Yes. Oké, er is een overduidelijke winnaar van deze battle. Awesome. En het is niet Vincent. Nee. Daarom mag ik nu de prachtige prijs overhandigen. Had hij ook. Yes. Deze komt op mijn nachtkastje, jongens. Maar koester. 2-1, hè, jongen? Hoe komt hij dan hier met 2, hè? Ik heb 3 keer van je. Nee, ik heb het dan 2-1 battle. Oh, 2-1. Dan. Nou, gelukkig zijn ze toch nog weer een beetje vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Meestal gaat het anders, maar toch weer een meevalletje voor jullie thuis. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. Wij gaan hier nog eventjes wat lekker warm aan de Romeinse kaarsen. Tot de volgende keer.